Yo mensen van Koa Moto Madness, vandaag gaan we geen vlog maken. We gaan een kort onderhoud en herstelling doen van mijn derby. Want in mijn achterband zit een nagel, dus we gaan daar een week in steken. We gaan de kitties smeren, we gaan de olie bijvullen, want daar die piekt rood. Dus ik ga nu mijn brommer naar buiten zetten op een bierbak. En dan kom ik terug bij jullie en dan gaan we onderhoud en herstelling doen. Dus tot ziens. Voilà jongens, hij staat erop. Nu even mijn helm opzetten. Dan kun je dat wel zo volgen. Oké, tijdens hem erop te zetten en dan eens te kijken. Dus we hebben hier de wieken. En dan de kit. De sleutel. Dan de tang om eruit te trekken en een briquet om af te branden. Tijdens dus het zoeken van de nagel die dus hier zit, heb ik ook ontdekt als ik verder ga, dus hier zit er nog één, dus ik heb er zelfs twee in zitten, dus ik ga twee wieken aan moeten gebruiken. Ik ga mijn ketting smeren en ook aanspannen, want zoals je ziet is dat veel te los en hier schuurt hij ook. En tandwiel, dat zorgt ervoor dat mijn tandwielen toch iets langer mee kunnen. En dan, zoals ik gezegd had, olie bijvullen. Want, ik weet niet of het nu het geval is. Deze lichtje, in principe brandt. Dus dan gaan we dat 7 hier open doen. Dus zadel eraf en dan ziet hier tankske en dan vullen we dat bij. Maar we gaan eerst beginnen met de nagels. Dus we gaan de nagel pakken en onze rasp. Zonder handschoenen misschien beter. Dus we gaan eerst die nagel eruit trekken. Voilà, hier. En zodra dat die eruit is, steken we deze erin. Want anders hebben we zelfs een lekke band. En we moeten onze band natuurlijk nog naar een pomp terug te geraken, want die heb ik niet hier thuis. Dat is even spritswerk. Ik heb wel de juiste tang, maar ik moet de nagel er nog uit doen. Misschien is met mijn andere hand, want ik ben... Ik raak precies niet echt de rand. Het is geen evidente zaak, om een nagel. Daar. En dan, dus die nagel is eruit, vrij diep. Nu is de bedoeling, die gaan we even aan de kant leggen. Dus die leggen we hier, tang niet meer nodig. Nu gaan we dan deze er in. Zo. En bekken. Hoor ik nog lucht? Nee, oké. Dan gaan we onze wiek voorbereiden. Dus. We gaan deze straks terug kruisen, want dat zal nodig zijn. En dan doen we terug wat lijm op, aan deze kant. Oké. Dan
ons wiel. En zodra dat we deze raad hebben, moeten we snel zijn. Rammen we die erin. Dan draaien. Voilà. Die zit erin. En nu nog even afbranden. Daar hebben we de briquet dus voor. Voorzichtig. Want zoals op het uurtje staat. Hier. Wacht hè. Under well ventilated condition. Ik sta dus buiten. Dus dat is ideaal. Ik heb deze al vaker zien doen. Dus ik weet wat ik doe. Ik ga nu wel even branden. Ondertussen gaat dat gaat dicht. Terwijl dat brandt, gaan wij de olie bijvullen. Kan een beetje stinken. Maar uiteindelijk, als je, we moeten ook wel een beetje opletten zodra dat het er tegenkomt, dat je dat natuurlijk wel uitblaast. Want anders ga je een band in de weg pikken. Voilà, even eens. Daar. Voilà. Nu zet dat gat dan dicht toe. En we gaan eens eens zien of het goed gebeurd is. Mijn voorband is al langs eens een keer geplakt. Heeft mij 9 euro gekost. Dat was mij iets te veel eigenlijk. En daarom dat ik dus mijn band is precies mee aan het fikken. Aan het uitblazen, want anders is mijn band zelfs weg. Zo, een beetje aanblussen. Ik zie geen damp. Ik zie wel hier dat dat precies een verbrande plek is. Dat komt nu precies. Voilà, dat koelt gewoon af. Dus we gaan even iets pakken om hier dat stokje. Spoelen. Het is wel vries. En in principe denk ik, als ik het goed voor heb, dat ik een beetje nu is mijn groef wel dicht, maar ik ga dus ook weg. Hij zat hier los in die groef. Nog een beetje afkoelen ondertussen. Zoals je wel ziet, ik zie geen blaas, belvorming meer ontstaan. Het is nog vrij proper afgewerkt, precies, uiteindelijk. En dat sluit ook nog wel een beetje af met het rijden. Dus daar gaan we naar de volgende. Dat gaat iets moeilijker zijn en die zit hier. God niet hoe die er gaat uithalen, maar we gaan dat toch proberen, want we zaten met luchtverlies. Voilà, dus we pakken terug onze rasp, onze tang, en we gaan proberen die eruit te krijgen.
Ja. Het is zolang dat uw navels in uw richting meer zitten en niet hier, want dan zit je gezien, dan is uw band eigenlijk kapot. Hier heb ik er gelukkig geen zitten, want hier zit uw wapening van uw band. Dus ja, we gaan het zien nog. Eerst uitkrijgen. Dat is echt een taaie deze keer. Deze echt de nagel klaar houden zodra. Voilà. Deze moet in dat gat. Ik hoor dat. Nu hoor ik niks niet meer. Zie, dat was dus een immens lange nagel. Tegenover die van daarnet, dat was nog iets korter. Maar hij is er dus ook uit. Nu gaan we wat we de lijm erop doen. Even deze. Daar gaan we eerst de wieker doorsteken. Daar gaan we de lijm op doen. Voilà. Terug die lijm open. En dan. Dus, we gaan terug naar daar, we pakken ons pakje al mee. Laat het best niet vallen, we leggen die even hier. We gaan met de wiek erin terug, en terwijl we deze eruit halen, het gat een beetje. Dus is het iets kleiner gat. Dus moeten we iets meer. En in principe gaat hem er niet afkomen. Nee, wacht, zo. Voilà. Die zit erin. En dan weer hetzelfde proces. Aansteken, maar er is wel wind precies. Terwijl is onze briquet ook al zo kapot. Het is ook al niet meer de nieuwste briquet. Ja, weer al een beetje. Deze is eigenlijk ja, die wieken zijn van rubber gemaakt. Voilà. We gaan die zo'n bekken zetten, dat die minder met een band opbrandt. En doorgaan. We gaan deze even wegleggen. Voilà, zo. Dus deze kan terug in de push. We gaan die doorduwer nog wel even. Af of thuis, dus we gaan hier liggen. Even met deze naar ginder, voor het geval dat. Even zien. Dat uitstampen. Ik heb meer zo. Dat die mijn mand niet mee
fouten kunnen we altijd leren, hè, jongens. Dus, we gaan even herhalen wat we gezien hebben vandaag. Als het hier klaar is. Zo. Dus, nog wat proper maken. Nog wat plusse service. Wat? Hier. De fixie terug. Voilà. Dus. Zo. Voilà, een beetje water pakken. Terug plussen. En ondertussen zien we of er nog lucht uitkomt. Dat zie ik niet, dus het is afgekoeld. Die tube, die rijden we er wel terug af. Dat is zoals altijd. Dus, stap 1. Wat hebben we geleerd vandaag? Haal de naald eruit met een knijptang. Stap 2. Steek uw rasp, of uw rasp, in de opening, dat er niet te veel lucht ontsnapt. Stap 3. Steek de wiek door uw doorduwer. Stap 4. Doe de lijm erop. Stap 5. Haal de rasper op en steek snel de doorduwer met de wiek erop door het gat. Stap 6, denk ik. Halve slag. Terugtrekken. Dan blijft de wiek zitten. Stap 7. Afbranden. Stap 8. Proper glad maken en controleren dat het gat dicht is met eventueel een spray of water, zoals jullie zien. Het is terug luchtdicht. En dat zijn de 7 stappen om uw band te herstellen met de wieken. Dus als ik het goed. Dus we hebben vandaag deze gat gerepareerd. En waar is hem? Dus deze en amai, ik had het al zelfs niet meer zien. Deze. Voilà, dat zijn 2 gaten die ik op het eerste moment heb gezien. En die hebben we hersteld. En nu gaan we de olie eerst bijvullen. Dus we gaan ons busje olie halen. Voilà, in de garage. Sorry voor het licht, jongens. Dus, we hebben hier een busje 2-takt olie. Voor, zoals het hier uitstekend smeren voor alle motor door. Voor hoge toeren, zwaar belasten, luchtgekoelde en vloeistofgekoelde 2-takt motor. Dus dan deze. Dus, dan gaan we deze eruit halen. We doen deze open. We doen dat open. We draaien die schroeven los. Toen was het gewoon met een sleuteltje losmaken langs de zijkant. Deze is met de schroefjes. Dus voilà. Deze gaan we even aan de kant proberen zetten. Samen met de schroefjes, die gaan we hier proberen leggen. En dan, voilà, hier hebben we de tjoep. Voilà, die gaat eraf, zoals je misschien kunt zien. Er zit zo goed als niks meer in. Dus pakken we deze. We hebben hier een mooi verlengstuk. Dat doen we open. En we gaan dan voorzichtig. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Dit was geen volledig busje niet meer, maar zoals ik al zei, ben je op die liter. Draaien we terug op en dan de topper terug op. Voilà, voilà, het is proper en die is terug bijgevoerd. Dat is dus de batterie, want die had ik niet open gedraaid. Nee, dat ik niet open gemaakt tijdens de specificatie, maar dat is dus de batterij, dat is de olietank. En hier zit dus de naftank van 7 liter. Voilà, deze gaan we terug wegzetten. En dan het enige wat ons nog rust is de
ketting aanspannen en smeren. Maar ik denk, even zien, ik kan misschien met het natte weer nog wel een laagje gebruiken, maar we gaan eerst de ketting moeten aanspannen. We gaan eerst u dat erop zetten. Oei, het is er toch een beetje uit. Normaal gezien had deze, had ik misschien daarnet nog kunnen zien, dat het eerst toch rood aan had, deze heeft het niet meer rood aan. Dan gaan we de ketting aanspannen. Dus dan gaan we even bestelbare sleutel halen. En een gewone sleutel, en dan een nog kleinere voor deze klein beestje. Dan gaan we zien dat we systematisch, voorzichtig, kunnen naar achter brengen, dat we kunnen ketting wel aanspannen. Dus de verstelbare sleutel en de gewone sleutel staan hier. Deze staat precies al op de juiste maat. Dan moeten we zien welke dat er hier nog aan kan typen. Ik hoop toch dat dat de juiste is. De juiste. Maar in principe zou hier nog een grotere moeten liggen. Misschien ligt die zelfs op de grond. Denk ik niet. Nee. Plan. Die zou hier in principe moeten liggen. Of ligt die ergens anders? Ah, hier ligt die. Voilà, hier. Voilà. Deze is de juiste zoals je ziet. Ongeveer. En dan, denk ik, een 13, een 10-11, met een 13 denk ik dat je dat klein schroefje, of een 12, het zit er bijna op, ik leg het even terug uit, gaan we die slot maken. Deze is wel degelijk een 22, dus die zit er hier op, en die moet terug gewoon naar binnen, die staat er groot. Dan is het naar daar, dus best. Amai, of is het toch naar hier? Nee, het is naar daar. Het is altijd praktischer als we aan de kant. Vastgezet, dus dan zitten we nu te vechten met ons nee, dat was vast, dat voelde ik. Deze is toch iets losser. Ja, dus dan moeten we nu wel. Dus in principe staat er nu los genoeg. Nu hopen dat we de juiste hebben gepakt. Even zien. En dan wacht je vast. Dus we moeten hier gaan we 1 naar onder. En nog 1. Dus 2 keer. Zo, naar beneden. En dan gaan we dat hier ook doen. En aangezien dat hier vast naar boven draaien, gaan we dus eerst een beetje zo. Dat we er mooi rond kunnen. Dus 1, 2. Zoals ik zie precies zitten we al vrij ver naar achter.
De ketting, ja, die kan nog iets strakker, dus we gaan nog eens 1 en deze keer een halve. Ja, toen lag de andere kant ook wat symmetrisch blijven. Dus 1 en een half. Even zien. Oei. Nu hebben we precies iets te strak. Nee. Ja, dus een beetje terug. Okay. Deze voor een halve terug. Ik wil de juiste kant gebruiken. Dus een half terug. En deze ook een half terug. Voilà. Dan moeten we deze wiel terug naar voren duwen. Deze. Staat er niet meer centrisch. Misschien nog een beetje losser. Nog een half slagje misschien. Centrisch. Ah, dus zo nog een beetje. En zo. Dan duw deze terug naar voren. Dan zit dat voor mij wel in orde. Dan blijven we deze vast. Die gaan we nu niet te vast zetten. Deze een beetje terug open. Dan wouden we niet rond. En dan draaien we die hier vast met een 22. Precies nog eens een beurt gebruiken met een romme qua kaarsen. Die gaan we wegleggen. Wel, motor starten en smeren. Hoe ga ik dat nu gaan smeren? Dat gaat misschien een veiligheid zijn. Ik, vorige keer heb ik al mijn kartonnetje gedaan. Maar dat kartonnetje heb ik ondertussen weggedaan, denk ik. Maar toen had ik die ook met de voorkeur druk opgehoffen. Goed schudden. Ook weer brandbaar. Oké, voilà. Die zit deze nu even zitten. En dan is het kwestie van dan, voilà, dus normaal is de motor nu warm genoeg. Hij blijft mooi van zijn eigen draaien. En ondertussen hebben wij de gelegenheid om onze ketting terug proper te spuiten. Voilà. Misschien. Het is nu goed gesmeerd. Hij blijft mooi draaien. Aan een constante van ongeveer 5 per uur omdat de motor dicht staat. We gaan deze terug wegsteken. Waar is die dop? Waar is de dop? Waar hebben we daar in de dop? Die zetten we dus terug op. Voilà. Voilà, die gaan we ook terugzetten. En dan bij